Hoi kijkers van mijn kanaal. Vandaag spelen we op de geweldige KaaS server, of de DGK server, de server van Robin, die ook nu online is, zie je. En dit is de server van Robin. Ik speel ook in zijn texture pack, de geweldige KaaS texture pack. Even zien, kijk hier, kun je dat zien? Dat ik in zijn texture pack speel. Ik zie ook kippetjes, die ga ik even afslachten. Het is een whitelist, dus vraag niet aan mij om erop te komen. Je moet daarvoor een e-mailtje sturen naar Robin. En ja, dan is er een kans dat je erop mag. Ik heb het geluk gehad dat ik erop mag, dus daarom ben ik zeker weten blij. En ik ben van plan om deze serie op deze server sowieso één keer in de week te doen. Maar ik denk dat we eerst even wat steentjes moeten gaan verzamelen. Voordat we een oven kunnen maken. En als we uiteindelijk een oven hebben, kunnen we dan een furnace. Allee, bedoel onze. Rauwe kippen in de furnace laten smelten. Ik heb geen idee waar we ons huis kunnen maken. Ik denk dat hier wel een mooie plek is. Deze aflevering ga ik gewoon al eens beginnen voor een klein huisje te maken. Ik wil ook namelijk niet te dicht bij spawn wonen. Ik ben nu al toch wel een beetje een paar blokjes van spawn verwijderd. Dus ik denk dat het hier wel oké is dat ik hier een klein huisje zal maken. Ik ben van plan om hier al mijn een dorp te maken en zo. En dan samenwerken met andere mensen ook. En misschien mogen jullie ook op de server, maar ja, het hangt af of Robin jou goed genoeg vindt en dat hij jou zal whitelisten, maar ik hoop dat alles goed gaat voor jullie. Ik ga nog straks even mijn nog wat huiswerk doen en al. Het begint te regenen, dus dat is wel een beetje vervelend. Ik denk dat we onze mijn hier ook kunnen maken. Ik denk dat ze het niet erg vinden. En ik ken de geweldige kaas texture pack niet echt zo van buiten, dus zoals deze blok. Oh, dat is graniet dat we hier vinden. Oh, dat is eieren, eieren, eieren hebben we nodig. Maar daarvoor hebben we hebben nog wat extra stenen nodig. Dus laten we die stenen even gaan verzamelen. Ik heb er toch wel zeker 8 nodig. Dan kan ik even wat gaan eten op smelten of koken. Want ja, anders gaan we waarschijnlijk heel wat levens verliezen omdat we dan in hongersnood zitten. Je kan ook hout gebruiken om mijn dingen te laten opsmelten. Maak ik even nog een nieuwe pickaxe. En dan kunnen we onze eieren gaan verzamelen. Het zijn er 5. Oké, dat zeker weten. Goed. Een leuk plaatje voor de thumbnail. Ik denk dat dit hier wel goed is voor de thumbnail. Maar ja, ik denk dat hier het einde van de video is. Hopelijk hebben jullie genoten. En ja, like en abonneer. En
kijk ook het YouTube-kanaal van de geweldige kaas. Doei doei.